Het volgende onderwerp gaat over hout. Ik ben bij houtzagerij Hengeveld in Stroe. Ik heb een afspraak met Louis en ze zijn gespecialiseerd in maatwerk. Louis, je bent eigenaar van houtzagerij Hengeveld. Wat maakt jullie zagerij zo speciaal en wie zijn jullie klanten? Wat mijn bedrijf zo speciaal maakt, is dat we het maatwerk doen. Alles wat je in een bouwmarkt vindt, kunnen wij niet zagen, willen wij niet zagen eigenlijk. Wij maken juist scheepsmasten, bruggen, constructies voor boerderijen. Alle halffabrikaten, die leveren wij. Specialistenwerk voor de bouw. Ah ja, en hoe gaat het dan te werk, zo'n proces van boom tot eindproduct? Wij worden gewoon gebeld of gemaild met vooral specifieke vragen van lengtes. We kunnen tot 18 meter lengte zagen. Mm-hmm. Dus we beginnen met de mail. We gaan kijken of we kunnen bedienen en van daaruit maken we een offerte. En kun je wat voorbeelden noemen van speciale projecten, van een aanvraag bijvoorbeeld? Nijmegen paviljoen hebben we laatst geleverd. Er waren allemaal bomen tussen de 10 en 12 meter lengte die eigenlijk in allerlei maten gezaagd moesten worden. Geen balk was hetzelfde. Dat is wat wij graag doen. Hout voor boerderijen wordt veel geleverd, gewoon nieuwe constructies voor gemaakt worden. Ja. Dat is wat we zagen. Wat is dan zo kenmerkend aan jullie producten? Een duurzaam product. Het is een sterk product. We kunnen op sterkte sorteren. Dus we kunnen het goed voor de bouw gebruiken. Geen balk hoeft dezelfde maat te hebben. Als ik denk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoe haken jullie daarop in? Dat is eigenlijk de oorsprong van een bedrijf. Vanuit bosbouw, dat hoeft bij ons niet speciaal en dat bij vele anderen wel. Te veel hout naar de papierfabrieken ging, naar de spaanplaatfabrieken en brandhout. En daar hebben in 1991 mijn ouders een zaag voor neergezet om dat mooie hout te verwerken. En dat hebben we gedaan. Zijn er veranderingen in deze branche en hoe spelen jullie daarop in? De veranderingen zijn dat veel zagerijen stoppen en overgaan naar houthandel. Waardoor je eigenlijk alleen het standaardproduct makkelijk kunt bereiken. En wij zagen juist dat alles eromheen. En we zijn gaan drogen, we zijn geschaven, we zijn breder in die markt gaan staan zodat we de klant beter kunnen bedienen. Nou, leuk, dankjewel. Graag gedaan.